Op 9 december 2021 was Rachida Lamrabet de gast van Griet Pauwels in de Paarse Zetel van Bibliotheek De Krook. De Paarse Zetel is een initiatief van de BIEB en van Avanza Regio Gent. Ik ben schrijfster en juriste. Ik ben moeder van 4 kinderen en een vrouw. Ik ben nog zoveel meer. En in al deze hoedanigheden is het woord essentieel. Het woord is mijn eerste materie, de grondstof die mij in de wereld helpt te staan, die het mij mogelijk maakt een brug te slaan tussen mezelf en de anderen. Het woord helpt mij in mijn pogingen om de wereld te vatten en tegelijkertijd mezelf begrijpbaar te maken voor die wereld. Het woord maakt het mij mogelijk de wereld te verbeelden op een andere manier dan hoe hij nu is. Dames en heren, van harte welkom. Blij dat jullie ook met zoveel hier zijn vandaag. Mijn gasten van vandaag, Rachida Lamrabet, is een schrijfster die zich in de voorbije jaren gevierd zag met verschillende prijzen. Eind 2019 reikte de Katholieke Universiteit Leuven haar de cultuurprijs uit. En een paar maanden later kreeg ze de Vlaamse Ultima voor de... Ook met... Haar eerste roman, Vrouwland uit 2007, kwam ze al op diverse shortlists terecht en kreeg ze ook de debuutprijs. Vrouwland is het schrijnende verhaal van Marokkaanse jongeren die op zoek gaan naar een ander leven. De ene groep in Marokko, de andere in het Westen. Rachida Lamrabet vervlecht de levens van deze jonge mensen in elkaar rond de thema's migratie, liefde, droom en individualiteit die ook haar verder werk typeren. In 2008 bevestigde ze haar talent met een bundel kort verhalen, Een kind van God. Deze verhalen gaan over het moeizame samenleven in het multiculturele Vlaanderen en geeft een dieper en subtieler inzicht in de angsten, misverstanden, dilemma's en contradicties die een rol spelen in de moeizame weg naar een vruchtbare multiculturele orde. In De man die niet begraven wilde worden, verrast Rachida Lamrabet de lezer opnieuw met een onverwachte, doordringende en genuanceerde kijk op het leven. Wat traditie en overlevering betekenen voor een mens die in strijdstand staat tussen twee werelden. In 2017 bracht ze in het kader van het theaterproject van de KVS in samenwerking met het Goethe-instituut te Washington de kortfilm Het is een heel eigenaardige naam. Project Deburkanization. Ja, dus ontburka. Ontburkanisering. Ja, voilà. Zoiets. Waarin ze het burka-verbod in vraag stelt. Daarop kwam ze in een mediastorm terecht, waarop ze reageerde met het essay Zwijg allochtoon, waarin ze haar visie geeft op hoe België moet omgaan met burgers van allochtone afkomst. Een boek met meningen, analyses en ook woede. Nu, het beste van haar schrijf- en verteltalent komt samen in haar meest recente roman Vertel het iemand. Een boek over de Eerste Wereldoorlog, waarin ook Marokkaanse en andere Noord-Afrikaanse soldaten meestreden aan de kant van de Fransen. De gruwel van de Eerste Wereldoorlog wordt plastisch weergegeven, als ook de koloniale mentaliteit, het racisme en het seksisme in het Franse leger. Een beklemmende roman over hoe mensen elkaar nooit echt kennen. Naast romans schreef Rachida Lamrabet ook verschillende theaterteksten. Kenmerkend voor haar vertelstijl blijft in alles de drang om haar thema's migratie, integratie, identiteit en ontworteling vanuit verschillende standpunten te benaderen. Met die veelzijdigheid creëert Rachida Lamrabet geraffineerde schakeringen in haar werk, wat niet betekent dat ze scherpe standpunten schuwt in haar literatuur of daarbuiten. En over dit alles een gesprek. Rachida, welkom. Dank je wel. Het is niet de eerste keer. Het is lang geleden. De tweede keer, ja. 10 jaar, denk ik, geleden. Is het echt? Ja. Oh, wauw. Ja, tijd vliegt. Ja, inderdaad. Er is geen enkele verschoning om stil te zwijgen. Er is geen enkel excuus om geen poging te ondernemen om vooruit te gaan, schreef Saïda Menebri, een jonge studente in Marokko in de jaren 70. Ze stierf ook na een hongerstaking. Poëzie die je al
sinds jouw tienerjaren meedraagt. Was zij een van de drijfveren een voorbeeld om te beginnen schrijven? Ik denk dat ik verschillende rolmodellen heb gehad in mijn jeugd en die mij ook wel inspireerden om te schrijven, om inderdaad met dat woord iets te doen. En Saida Menebhi is daar ongetwijfeld één van. Dat is een politieke activiste die inderdaad in de jaren 70 actief was bij een communistische beweging. En die omwille van dat activisme, van dat engagement, in de gevangenis is beland. Een politieke gevangene, zoals er toen heel veel waren in die periode in Marokko. En die jammer genoeg aan de gevolgen van een hongerstaking is gestorven in de gevangenis. Dat is een vrouw ook die gedichten schreef, een dichteres. Daar zijn niet zo heel veel publicaties van. Maar de 3-4 bundels die er bestaan, die heb ik uiteraard in mijn bezit en die koester ik. Omdat dat gedichten zijn die inderdaad echt wel naar de kern gaan van wat het betekent om in een land te leven dat je miskent als mens. En mm-hmm. dat je eigenlijk de meest basale, meest fundamentele rechten niet gunt als mens. En daar kon zij woorden aan geven. Nee, was dat een echte lezer ook? Ik las wel, ja. Ik las wel veel. Daar hebben ook een aantal leerkrachten in de basisschool, in de kleuterschool, die daar eigenlijk met verhalen, met sprookjes die dan verteld werden, zo die interesse gewekt. Maar ik kom ook uit een cultuur waar het verhaal ook wel belangrijk is. Het is niet zozeer een cultuur waar het geschreven woord heel erg prominent is, tenzij in de Koran. En dat is het geschreven boek bij uitstek. Dat was toen bij ons in ons gezin zo. Maar het gesproken woord was heel belangrijk. En verhalen waren heel belangrijk. En mijn grootouders, mijn ooms, dat waren verhalenvertellers. En zeker als we terugkeerden naar Marokko in de zomermaanden, dan had je in dat platteland ook helemaal geen andere afleiding. Er was geen televisie, er was geen... Dus je vertelde verhalen aan elkaar. En ik denk dat die twee zaken, dus enerzijds de leerkrachten op school, maar anderzijds ook de familie in Marokko die dat verhalen vertellen echt wel cultiveerde, dat eigenlijk de inspiratie of het begin mm-hmm. is. Of daar is het zaadje geplant om iets met dat woord te doen en iets met die verbeelding te doen. Ja. Ja, dat kwam al vroeg. Hè. Eind de jaren 80 maakte je al een tijdschrift in het hartje Bogerhout, Anzar. Het heeft 1,5 jaar bestaan en het behandelde politieke thema's, literatuur ook. Jullie schreven over het Vlaams Blok toen dat opkwam, over racisme, over gender, seksisme. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, dat was natuurlijk een hele bewogen periode. Ik ben opgegroeid in Borgerhout in Antwerpen. En ik heb altijd al in Antwerpen gewoond, van de jaren 70. En dan is uiteraard die politiek of die politieke situatie ook een beetje gekanteld in de jaren 80. En dan is dat Vlaams Blok toen beginnen groeien. En je zag dat ook echt effectief in onze wijk, hè, waar je een soort van sightseeing sessies kreeg die georganiseerd werden door dat Vlaams Blok. Hè, en die dan gewoon ostentatief midden op straat kwamen met hele grote groepen. En waarbij, ik herinner mij toen ook nog een piepjonge Philippe de Winter die inderdaad wees naar de gebouwen en waar en de winkels waar toen Marokkanen woonden. En je voelde ook gewoon die hele vijandigheid. Alsof je in een soort van menselijke zoo zat, waar een groep van witte mensen kwamen kijken van dit is ons ontnomen, deze panden, die statige herenhuizen of die iets minder statige huizen, die zijn nu ingenomen door de vreemdelingen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Was het dan een reactie om zo'n tijdschrift op te richten, om die dingen aan te kaarten? Sowieso was het een voor mij, en ik was natuurlijk niet alleen, ik was niet de enige die dat tijdschrift maakte, waren vooral met twee drijvende krachten achter dat tijdschrift.
En we voelden inderdaad dat er een plek ontbrak om iets te kunnen zeggen. Het is ook het moment, in die periode was er dus ook geen enkele sprake van politiek spreekrecht van die minderheden. En dus mijn ouders die hadden absoluut geen stemrecht. Die hadden ook niet de Belgische nationaliteit. Dat kon dus allemaal niet. Je kon dus je op geen enkele manier je laten horen, nog politiek, nog op een andere manier. En we voelden wel de drang om voor onszelf een platform te creëren om iets te zeggen, iets terug te zeggen. Want er werd zoveel over ons gezegd en over onze aanwezigheid en vaak in heel negatieve bewoordingen, maar er was geen enkele ruimte waar dat je een tegenwoord kon plaatsen. En dus begonnen we zelf met dat tijdschrift. Natuurlijk, dat is heel naïef om te denken dat je met een zelf gestenseld toen tijdschrift echt je stem zou kunnen laten horen, want dat bleef natuurlijk heel erg beperkt in de kringen die je dan die je frequenteerde. Dat kwam ook niet veel verder dan dat. Maar alleszins was het toch een begin. Hè. Je kon dan inderdaad articuleren waar je mee zat. Zelf ook iets als tegenspraak doen. En je kreeg dan ook reacties van de lezers. Hè. En dat waren dan vooral de lezers die naar de toenmalige vrouwenwerking Flora kwamen. Dat waren jonge, vooral Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen. En daar werd dan wel een debat georganiseerd. Of dat creëerde gesprek over de verschillende onderwerpen die we aankaarten. Mm-hmm. In 2006 won je de Kif Kif Literatuurprijs, Kleur de Kunst, met het verhaal Mercedes. Dat eerste verhaal lijkt wel ook een beetje een voorstudie voor Vrouwland, uw eerste roman. Maar je was wel toen al 37 toen die roman verscheen. Wie heeft jou uiteindelijk over de streep getrokken om toch te gaan publiceren? Ik denk dat ik heel vroeg al de ambitie had om te schrijven. Ik weet nog dat ik in het eerste middelbaar ergens een oproep zag om voor een verhalenwedstrijd. En dat ik dat eigenlijk wel heel erg interessant vond, maar dat ik mezelf of dat ik vond dat ik misschien niet goed genoeg was om daaraan mee te doen. Omdat ook de voorbeelden die je krijgt in de literatuur als jong meisje, jong opgroeiende vrouw in Antwerpen, in die tijd, dat waren geen rolmodellen aan wie je kon spiegelen. Hè. Dat waren op dat moment weinig gekleurde schrijvers. Weinig gekleurde schrijvers, maar ook zelfs, en het klinkt misschien heel eigenaardig, ook heel weinig vrouwen als rolmodel. Omdat er zijn natuurlijk wel heel veel vrouwelijke schrijfsters, maar wat je voorgeschoteld kreeg op school, in recensies, zijn vaak toch nog mannen. Die worden naar voren geschoven. En dus mannen van een bepaalde leeftijd, met een bepaalde diploma. En dus kon je daar niet echt mee identificeren. En dus leefde het idee van, ah ja, maar dat is misschien een richting die niet voor mij weggelegd is. En dus moet ik daar ook niet aan beginnen. En dus heb ik dat eigenlijk, die hele ambitie, hoewel ik eigenlijk altijd al heb geschreven en verhalen belangrijk heb gevonden, heb ik dat eigenlijk van mij afgeschoven en gedacht van, dit is geen weg die ik kan volgen. Ik zal maar iets doen wat wel toekomst heeft. En dan ben ik inderdaad gaan studeren aan de universiteit om zo een diploma te behalen waarmee ik wel een aantal dingen zou kunnen bereiken. Is er ondertussen iets veranderd, vindt u, in het literaire landschap? Maar ja, er beweegt natuurlijk wel wat in het literaire landschap, gelukkig maar. Je hebt natuurlijk wel wat meer kleur in de literatuur, dat is al één zaak. En je hebt ook veel meer vrouwen ook die zichtbaarder zijn. En nog niet zoals ik denk dat het zou moeten zijn. Hè. Vrouwen worden nog altijd een beetje onderbelicht, vind ik zelf, ook in de literatuur, niet alleen in de literatuur, maar ook in de literatuur. Kijk maar naar wie wint de grote prijzen, wie wordt gerecenseerd, wie zit er in onze kanon. Dus dat blijft nog redelijk conservatief, maar er beweegt wel wat. En er beweegt wel wat dankzij het feit dat die groepen die onderbelicht waren, dat die nu eigenlijk zelf een beetje hun plek beginnen op te eisen binnen dat platform. Dus je hebt schrijvers van kleur, activisten van kleur, maar ook vrouwen.
witte vrouwen die ook terecht meer plek en ruimte eisen op dat platform. Ja, in die eerste roman beschrijf je onder meer het verhaal van Mara, een moslima die zich uit haar milieu bevrijdt. Ze breekt met haar familie, wordt politica. Haar strijd die je beschrijft, is dat ook jouw strijd geweest om in deze maatschappij je plaats te vinden? Ja, die vraag wordt mij eigenlijk wel vaak gesteld. Van, ben jij Mara of is Mara op jouw leven geïnspireerd? Nee, Mara, ik kan me niet met haar, omdat zij... Ja, zij maakt nogal radicale keuzes ook. Hè. Zij gaat ook mee in die opdeling van... als je inderdaad binnen deze westerse samenleving het wil maken en wil emanciperen en vooruit wil komen, moet je gewoon breken met heel die achtergrond waar je vandaan komt. Hè. Die familie, die traditie, die cultuur, daar kan je maar beter achterwege laten en dan kan je vooruit. Ik ben gelukkig nooit voor dat dilemma komen te staan. Ik heb nooit het gevoel gehad van ik moet echt... inderdaad zo'n drastische keuze maken, ofwel het een ofwel het andere. Maar ik zie wel inderdaad dat heel veel jonge vrouwen voor die keuze geplaatst worden en zich genoodzaakt voelen om die keuze te maken. En die keuze, zoals ook Mara, maakt mijn personage alleszins niet gelukkig. Mm-hmm. Die radicale keuze voor het een of het andere. Er is heel weinig nuance ook, hè? Omdat het ook zo wordt voorgesteld. Hè? Ook het discours daar rond is heel erg zwart-wit. Hè? Ik bedoel, is dat wel compatibel? Hè? Uit een moslimgezin komen en tegelijkertijd bijvoorbeeld mee willen gaan spelen in dat democratisch spel van de politiek. Kan je dat wel combineren? En zij gaat daarin mee. Dat is een thema dat wel voorkomt in al uw boeken. Hè? Mensen van verschillende origines die een plaats zoeken in de maatschappij. Ook zeker in uw verhalenbundel. Mm-hmm, mm-hmm. Ja? Ja, absoluut. Ja. Waarom een verhalenbundel? Om die verschillende verhalen te kunnen vertellen en niet uitgebreid in een roman? Goh, er zijn zoveel verhalen die belangrijk zijn om te vertellen. En misschien is het interessant om over die verhalenbundel... Iets meer te vertellen, in die zin dat ik eigenlijk met de verhalenbundel wilde debuteren. Mm-hmm. Daar was ik eigenlijk al mee bezig. En op het moment dat ik een aanbod kreeg van de uitgever om bij hen te publiceren, naar aanleiding van het kort verhaal dat ik schreef voor de Kif-Kif-wedstrijd, heb ik dan ook het voorstel gedaan om met die verhalenbundel te debuteren. En dat werd onmiddellijk afgeschoten. Omdat toen verhalen nog niet... Nee, verhalen was toen niet echt de echte literatuur. En mm-hmm. Ja, je kan maar beter als debutant toch maar ineens te goed beginnen met een echt boek. Hè? En kort verhalen werden toen niet zo gezien. En ik heb dat toen ook gewoon aanvaard. En ik heb er nu wel wat spijt van, omdat... Ja, voor mij zijn die verhalen natuurlijk evenzeer en even goed literatuur. Misschien nog zelfs veel meer. Omdat die kortverhalen, daar moet je inderdaad op een hele beperkte ruimte moet je een hele wereld gaan evoceren die de lezer mee kan nemen. Ik vind dat eigenlijk een veel moeilijkere oefening dan dat hij dat zou moeten doen in een roman waar je de tijd hebt om het verhaal uit te diepen. Ja. Zoals in De man die niet begraven wilde worden, bijvoorbeeld. Daar zie je een mens, een man, die eigenlijk een spreidstand moet maken tussen twee werelden. Hè, die zich eigenlijk zijn plaats heeft gevonden, maar door omwille van omstandigheden toch daar niet goed weet hoe hij moet reageren. Hè? Er gebeurt iets met een lijk, hè? Mm-hmm. Ik ga niet te veel vertellen. Maar het is heel moeilijk voor hem om die verbinding met de twee te maken. Ja, het is inderdaad heel moeilijk. En ik denk, het kan zijn dat je dat het personage in een... zich wel comfortabel voelt in zijn leven en dat hij denkt dat hij alles op orde heeft en alles evenwichtig geregeld heeft. Maar dan gebeuren er dingen die hem toch terug aan het wankelen brengen. En die dingen situeren zich natuurlijk ook buiten hem. Hè. Ik bedoel, het is in confrontatie met die buitenwereld dat hij inderdaad aan het wankelen wordt gebracht. Het is denk ik voor mij wel belangrijk om dat onderzoek te doen naar van wat gebeurt er als je in een samenleving zit
waar het anders zijn of waar het verschil niet als evident wordt gezien of wordt geproblematiseerd, wat doet dat dan met uzelf? Met uw eigen positie, met uw eigen beeld? Wat denk je dan van uw eigen leven? Hoe ga je daarmee om? En deze man verzet zich tegen een aantal zaken die zich voordoen. En dat is een heel klungelige, dat leidt tot heel klungelige en heel erg ongemakkelijke situaties. Maar het is ook een reactie op het gegeven dat ja, er zijn een aantal zaken die in zijn leven als evident of als normaal gelden, die in de buitenwereld niet als dusdanig worden gezien. Hij wordt geabnormaliseerd, hij wordt als het problematische verschil of de problematische andere gezien. En dan reageert hij daar op een heel klungelige manier op. Ik vond het wel een grappig boek ook wel. Ja. We gaan het toch over het filmpje moeten hebben. Ja, wat je gemaakt hebt. Misschien moet je eens vertellen wat daar gebeurd is. Je kwam in het oog van een politieke storm terecht. Je bent ontslagen bij UNIA. Hoe heb je dat ervaren? Hoe ervaar je dat nu nog? Het is al een aantal jaren achter de rug, maar je hebt dan ook het boek geschreven, Zwijg Allochtoon, om daarop te reageren. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad al een paar jaar geleden. En het is, hoe ervaar je een ontslag? Misschien moet je eerst eens vertellen wat je hebt proberen doen. Een artistiek project, dat moeten we erbij zeggen. Geen politiek. Dat is inderdaad... Ik heb mijn debuut... Vrouwland, dat dateert al van 2007, als ik me niet vergis. Nee. Ja, toch? Zoiets. En dus ik werkte bij UNIA sinds 2001. En het ontslag is gekomen in 2017. En in die tussentijd heb ik heel wat geschreven ook. Terwijl ik in dienst was bij UNIA. Ik heb heel wat romans geschreven, net over dat het soort onderwerpen waar ook UNIA haar bevoegdheid zich situeert, namelijk integratie, discriminatie, ongelijkheid en dergelijke meer. En dat is eigenlijk allemaal redelijk goed gegaan, tot het moment dat ik een heel delicaat onderwerp wilde aansnijden in een van mijn artistieke projecten, namelijk... het project ging over het volgende. Waar liggen de grenzen van privacy en hoe gaan wij daar in het Westen mee om? Hoe vullen wij het begrip privacy in? En waar liggen die grenzen inderdaad? En ik dacht van, dat het interessant zou zijn om een oefening te maken rond een vrouw die daar heel ver in gaat. Namelijk die niet alleen maar zegt van oké, ik wil niet alleen maar mijn identiteitsgegevens op mijn identiteitskaart zijn privé en wil ik niet zomaar te grabbel gooien, maar mijn hele lichaam gewoon... Ik wil niet dat mijn lichaam zomaar door iedereen kan worden gezien. En zij besluit zich te sluieren volledig. Daar heeft zij religieuze motieven voor. Omdat zij gelooft dat haar religie dat voorschrijft. En om zich spiritueel helemaal comfortabel te voelen, sluiert zij zich dus helemaal. En vindt zij van dat is mijn eigen recht, dit is mijn claim op privacy. Ook als ik in de publieke ruimte ga, wil ik dat zo doen. En natuurlijk, we hebben hier in België sinds een aantal jaar een wetgeving die het bedekken van het gezicht ook verbiedt. En die daar ook straffen op heeft gezet als dat toch gebeurt. En dat botst natuurlijk met dat idee van... Met dat verlangen of die wens van die vrouw. En enerzijds die wetgeving. En dat filmpje gaat daarover dat die vrouw inderdaad die wetgeving aan de kaak stelt, zich daarover beklaagt en uitlegt wat dat betekent voor haar om zich te kunnen sluieren, om zo conform haar eigen geloofsovertuiging te leven. En daar is inderdaad heel wat reactie op gekomen, omdat je natuurlijk daar ook een heel explosief thema aanraakt, namelijk het gaat over moslimas die zichzelf volledig willen gaan sluieren. Dat wordt geassocieerd met extremisme, met radicalisme, met zelfs terrorisme. En dat zijn natuurlijk onderwerpen die vandaag in West-Europa heel erg gevoelig liggen. Je kan... Ja, het raakt toch wel een zekere snaar. Hè. Er is ook een hele grote aversie ook tegen die religie. En tegen een religie die zich op die manier
toont. En dus kwam daar ook een hele felle politieke reactie op. En, dat, en werd dat artistieke project eigenlijk een beetje uit haar... Uit haar context getrokken, ja. En werd eigenlijk ervan uitgegaan dat de kunstenaar geen kunstenaar was die een artistiek project maakte, maar dat het een soort van propagandamiddel was van iemand die een bepaald, of de art, en van de artiest die een bepaald gedachtegoed wou verkondigen. Ja. En dus werd de artiest eigenlijk doodgemaakt en kwam daar in de plaats een activiste die. Die in de ogen van heel wat politici een verwerpelijk gedachtegoed verkondigde. Mm-hmm. En dan besefte ik inderdaad dat de kunstenaar mag dan wel vrij zijn. Hier in het Westen, daar gaan we toch prat op. Dat hij alles kan zeggen en alles kan doen en dat er geen taboes zijn. Maar er zijn dus wel degelijk nog wat taboes. Zeker als het gaat over minderheden die als de ultieme andere worden gezien. En groepen die gezien worden als een beetje de vijfde kolonne binnen de samenleving. Omdat daar toch alle negatieve kenmerken op worden geprojecteerd. Ja. Het filmpje is voor wie het interesseert nog steeds op het net te bekijken. Hè? Je hebt daarop gereageerd met het boekje Zwijg Allochtoon, waar je het onderwerp eigenlijk nog verder analyseert ook. Hè? Mm-hmm. Je zoekt bijvoorbeeld een antwoord op een aantal andere ongemakkelijke vragen. Bijvoorbeeld, kan allochtone kunst of literatuur eigenlijk wel kunst of literatuur zijn? En zo zijn er nog wel een aantal dingen die je daar echt wel wil staven ook, hè, in dat boek. Dat was een noodzaak voor u om daarop al schriftelijk op te reageren? Het was dus absoluut geen boekje waar ik afrekende met mijn voormalige werkgever, Unia bijvoorbeeld. Nee, dat was het niet. Het was echt een poging om te proberen te begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurd was. Het is een fenomeen dat je als je in een samenleving zit met een heel duidelijk kader, dat je als minderheid blijkbaar heel weinig ruimte hebt om vragen te stellen bij dat kader. En te zeggen van, oké, de manier waarop een aantal zaken geregeld zijn, werken misschien wel voor een bepaalde groep, maar heel veel andere groepen vallen uit de boot. Je probeert inderdaad te begrijpen van waar komt die hele virulente reactie op dat filmpje vooral. Van waar komt inderdaad het gegeven dat ik als kunstenaar niet erkend werd in mijn kunstenaarschap, maar eerder werd gezien als een politieke activiste die een bepaalde ideologie wilde verkondigen. En wat is dan, wat maak ik dan? Wat is dat dan? Maak ik dan inderdaad kunst of literatuur? Of moeten we dat onder een andere noemer gaan scharen? En waarom is dat dan? Is dat dan omwille van het feit dat ik geen klassieke, traditionele Vlaamse schrijfster ben? Of speelt daar nog iets anders? En dus dan zie je ook wel... Je ziet het ook in hoe in het begin ook mijn boeken werden onthaald. Hè. Heel lovend vaak, maar vaak ook toch met een kleine bedenking van... Ja, dit is allochtone literatuur, of dit is... literatuur die ons eigenlijk sociologisch wat op weg helpt om te begrijpen wie die mensen zijn. En dan vraag ik me af van ja, hoe komt het dat je dan op die manier wordt geclassificeerd? Hè? Dat je eigenlijk bijna in een hokje wordt geplaatst dat nog niet helemaal de echte literatuur is, maar een bijzondere vorm van schrijverij die sociomaatschappelijk van belang is, maar misschien niet echt literatuur is. Ja, ik las ergens een artikel waar dat je dan vergeleken wordt met Streuvels en zo, omdat die dan ook de lagere klasse, de boeren en zo, beschreef, terwijl dat u ook mensen die hier leven ook gaat... Ja, voilà. We hebben inderdaad Streuvels die stem gaf aan de boeren, aan de landarbeiders, aan de chichorijbranders enzovoort. En dat levert... vaak fenomenale literatuur op. Hè. Leven en dood in de as, dat is een meesterwerk, in mijn ogen. Maar wat doet die man? Ja, die kijkt rond in zijn omgeving en die ziet wat er gebeurt. En die geeft ook stem aan mensen die heel vaak gewoon stemloos blijven. Hè. En dat is wat u ook wil doen. En dat is wat ik min of meer probeer te doen, ja. Mm-hmm. We gaan naar het laatste boek. Hè. Ook gelauwerd, Vertel het iemand. Ja.
Je vertelt daar het verhaal van een jonge Berber die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het Franse front wordt gestuurd. Oorlogsgruwel en racisme vermengen zich in het boek. Je was echt gebeten door die geschiedenis van die niet-Europese soldaat. Waarom wilde je dat verhaal gaan vertellen? Goh, waarom wilde ik dat verhaal vertellen? Er zijn verschillende redenen waarom ik dat verhaal wilde vertellen. Het is een poging geweest om de herinnering aan te vullen of open te trekken. En we hebben natuurlijk die 100ste herdenking gehad van die Eerste Wereldoorlog. Ja, waar weinig aandacht was voor al de Afrikanen en zo, ja. die hier in Europa zijn komen vechten. Ja, veel mensen weten het ook niet. En veel mensen weten het ook niet, nee. Terwijl er echt wel honderdduizenden mannen van kleur en ook zelfs vrouwen hier naartoe zijn gekomen om mee te helpen tegen in die grote oorlog. En het feit dat die herinnering niet volledig was, en je zag dat inderdaad bij die herdenking waar er eigenlijk heel weinig aandacht werd besteed aan de bijdrage van die mannen van kleur, deed mij beseffen van, kijk, het herinneren aan zich is eigenlijk een politieke daad. En die bestaat uit twee onderdelen. Je herinnert je wat je wil herinneren, maar het is ook een politiek van het vergeten of het verdoezelen. Of het zoals de Gaulle bijvoorbeeld ook in zijn toespraak naar het einde van de oorlog zei hoe Frankrijk was bevrijd door de echte Fransen en over de Senegalezen, Algerijnen, Tunezen, de Marokkanen werd gewoon niet gesproken. Nee, het is zelfs schrijnender dan dat, hè, want hij heeft bewust echt zijn regiment gezuiverd van zwarte soldaten om Frankrijk te heroveren op de Duitsers. Dat was de zomer van 1944. En 60% van zijn manschappen waren maar mannen van kleur. Maar om Parijs, de hoofdstad, te gaan heroveren, vertikte hij het om dat te doen met die zwarte mannen. Dus die moesten er allemaal uit. Dus die zuiverden echt die mannen eruit. En die werden vervangen door heel veel Spanjaarden. En omdat ze nog niet genoeg hadden dan om toch op te marcheren, hebben ze dan noodgedwongen toch een aantal bleke Marokkanen en Syriërs in het uniform gehesen om toch maar de foto te kunnen maken. En want er worden foto's gemaakt, uiteraard, voor de geschiedenisboeken, om dan te kunnen laten zien van, kijk, er is hier geen zwarte man die hier Parijs heeft heroverd op de Duitsers. Dat waren wij. Les vrais français. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben ons land veroverd. Om maar een bepaald verhaal te kunnen vertellen later. En dat is heel bewust ook. Hè. Dat is, je zit in het heetst van de strijd. Er gebeuren van allerlei belangrijke dingen. En toch heeft zo'n generaal de luciditeit om vooruit te denken. Om te denken van, welk verhaal wil ik vertellen? Welk verhaal gaat hier onthouden worden voor de geschiedenisboeken, voor onze kinderen? En wel, ik ga dat manipuleren en ik ga zorgen dat we het juiste verhaal vertellen. En ik denk, als we het verhaal hadden verteld zoals het echt gebeurde, waarbij we inderdaad die 60% van mannen van kleur, vooral zwarte mannen, en ook Algerijnen, Marokkanen en dergelijke meer, maar vooral Senegalezen en dergelijke meer, mensen uit Centraal-Afrika, als we dat verhaal hadden verteld, hadden we misschien ook nu een heel ander discours rond de ander. Mm-hmm. Dat geloof ik wel. Mm-hmm. Er was ook een grote hiërarchie tussen de verschillende afkomsten van de soldaten in het leven. Ja, wel, maar je ziet hoe en vooral in vertellen, iemand, je wordt eigenlijk geconfronteerd met de vraag, wie ben ik? Wanneer iemand anders je zegt van, jij bent niet zoals ik. Je bent anders. En dan ga je nadenken van, oké, als ik niet ben zoals u, wie ben ik dan wel? Mm-hmm. En is er een verschil tussen u en mij? En is er een verschil tussen iemand anders? En op welke grond is dat verschil dan? Kunnen we zeggen dat er een verschil is? En dan zie je dat inderdaad in die regimenten, in dat leger, toch ook een soort hiërarchie komt. Hè? En dat er ook een op ras gebaseerde hiërarchie ontstaat. Hè? Mm-hmm. Waarbij de witste helemaal bovenaan staat en de zwartste helemaal onderaan staat. Er werd zelf onderscheid gemaakt bij de hoeren die de soldaten volgden. Dus de Marokkanen kregen andere hoeren dan bijvoorbeeld de Tunesiërs of de Senegalezen. Ja, daar werd ook onderscheid maar gemaakt. Het grootste onderscheid werd vooral gemaakt tussen de witte prostituees en de
Of liever, de mannen van kleur mochten onder geen beding naar de witte prostituees gaan. Want die oorlog heeft natuurlijk van alles ook teweeggebracht. En voordien had je natuurlijk Frankrijk die elders ging koloniseren en die in Afrika of in Azië van alles ging doen. En grond inpikken, mensen uitbuiten, vrouwen ook gaan misbruiken, vrouwen van kleur. Maar nu komen die mannen van kleur naar Europa. En de grootste nachtmerrie van witte Europeanen toen, en zeker leiders, die hadden een heel grote vrees voor mixiteit. Voor wat gebeurt er als die zwarte mannen gaan mixen, mingelen met witte vrouwen? De witte vrouw was iets wat je niet mocht aankomen. Een prostituee, een witte prostituee met een zwarte Senegalees, dat is een nachtmerrie. Dus men probeerde, zeker in de Eerste Wereldoorlog, dat echt heel erg gescheiden te houden. En dus wat deed men? Men voerde echt wel prostituees in vanuit Noord-Afrika en vanuit Azië om die gekleurde mannen dan ter wille te zijn. Want met dat leger reisde natuurlijk ook een hele wereld mee aan dienstverleners. En die prostituees waren daar onderdeel van. Hoe bent u dan bij uw personages gekomen? Je hebt er verschillende. Hè? De twee hoofdfiguren zijn eigenlijk de Franse tekenaar, hè? Die dan een kind krijgt met een plaatselijke vrouw en dan ook die zoon die dan achteraf reageert. Eigenlijk vooral deze man is de hoofdpersoon. Bent u afgegaan op documentatie? Hebt u bijvoorbeeld de dagboeken van die zoon gevonden waarover u spreekt in het boek? Jammer genoeg niet, nee. Ik heb geen dagboeken gevonden. Dat was eigenlijk wel een grote frustratie, omdat als je kijkt naar de documenten en documentatie rond die Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog, die is echt goed gedocumenteerd, die oorlog. En niet in het minst via dagboeken ook. Dagboeken van soldaten, van mensen die getuigen zijn ook van die oorlog, die daar rond leven, priesters enzovoort. En die documenten waren wel aanwezig. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het boek van Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn, die ook vertrekt vanuit het dagboek van zijn grootvader. En die hem eigenlijk een schat aan informatie ook heeft gegeven om dat boek te schrijven. Ik weet niet of het dagboek echt bestaat, maar zwart. Ja, het bestaat echt, dacht ik, ja. En ik dacht van, het zou fijn zijn, moest ik ook zo'n stuk terugvinden, maar dat heb ik dus niet gevonden. Buiten een aantal postkaarten en kleine briefjes waar verteld werd hoe het eten was en hoe het weer was enzovoort. Dus geen dagboeken. Ik weet ook niet goed hoe het komt, natuurlijk. Hè. Vaak is het ook... ook in mijn boek vertel ik daarover dat mijn hoofdpersonage, de naamloze jongen, is eigenlijk de enige van zijn groep die kan schrijven in het Arabisch. Mm-hmm. En misschien is dat inderdaad wel de reden geweest dat er heel weinig geschreven bronnen zijn. Gaat u dan op zoek in Frankrijk, ik zeg maar, in Parijse bibliotheken? Ik heb overal een beetje gezocht. En gelukkig hebben we online het internet, wat echt wel een zegen is. Maar ik heb heel wat boeken gevonden, ook heel raar. In Canada bijvoorbeeld, academisch werk rond die Eerste Wereldoorlog. Ook een heel belangrijk naslagwerk, geschreven door een Nederlandse historicus die ondertussen niet meer leeft, die ook wel een schat aan informatie gaf. Maar het ding is natuurlijk, die Eerste en die Tweede Wereldoorlog zijn echt goed gedocumenteerd, goed onderzocht. Alleen dat aspect rond die mannen van kleur, daar is wel wat onderzoek rond gedaan, maar niet zo heel veel, ook niet. Mm-hmm. Dus dat is ook heel erg zoeken naar boeken die daar net daarover spreken. Van hoe gaat men om met bijvoorbeeld, hoe is men omgegaan met de moslimsoldaten die bijvoorbeeld de Ramadan wilden naleven of wilden gaan bidden. Of als er zo iemand stierf, hoe werd dat dan gedaan? Werden ze dan begraven volgens de islamitische rituelen of niet? Kon dat niet? Dus het zijn allemaal dingen die ik wel interessant vond om te onderzoeken, maar waar je echt naar op zoek moest gaan, omdat net dat aspect van die oorlog is niet zo heel erg onderzocht. Er bestaan wel werken, maar ze zijn heel dun gespreid. In de loop van de jaren heeft u ook veel
voor toneel geschreven, voor theater geschreven. In de eerste plaats op vraag van Michael de Kok, hè, die daar zeer bedreven in is. Ik heb dan samen iets geschreven met Fikriela Zouzi en zo. Welke plaats neemt dat theaterwerk binnen uw schrijfwerk in? Goh, ik vind het is natuurlijk een heel andere manier van schrijven, natuurlijk. Het is, en vaak doe je het met, is het een werk dat je met anderen ook doet. Hè? Dus anderen hebben ook zeggenschap over de tekst en over wat je soms hoe het wordt gebracht op het toneel. En ik ben iemand die mij ook niet moeit als er een tekst is en ik geef die af, dan hebben ze bijna vrij spel. Dan mogen ze daar mee doen wat ze willen, maar dan krijg je natuurlijk een artistiek product dat misschien helemaal afwijkt van wat ik zelf wil. Dus daar heb ik het misschien nog wel achteraf dan wel wat moeilijk mee, omdat je laat wel los, maar je krijgt dan het resultaat en je denkt van ik had het misschien anders gedaan of het is niet zoals ik het me had verbeeld. En daarom dat ik denk ik veel liever romans schrijf dan theaterteksten. Er was ooit sprake van een musical, maar ik denk dat daar nooit iets van terecht is gekomen. Hè? Nee, er is geen... Nee. En zo? Nee, er is geen musical, maar ik heb wel een tekst geschreven voor Via Berlin, een Nederlands theater, muziektheatergezelschap. Was het De Zaak van de Dieren en de Mens? Nee. Dat is Act of Citizen, noemt het stuk. En het zal opgevoerd worden juni volgend jaar tijdens het Oeral Festival in Nederland. En ja, het is een stuk waar ik de tekst voor heb geschreven, maar waar heel veel muziek ook bij komt kijken. En ben heel benieuwd. Mm-hmm. En ook dat, ik schrijf de tekst en dan gaan zij aan de slag met de muziek en dan verplaatsen ze wel dingen. En dan heb ik zoiets van, ja goed, dat is hun artistieke vrijheid dan, hè. Nu, je hebt zoveel affiniteit met die knelpunten in van die multiculturaliteit. Maar zodra ze jou gebruiken als spreekbuis voor de allochtonen, is het oppassen geblazen, zegt u. Maar wilt u dan niet naar voren komen om al uw argumenten en zo naar buiten te brengen? Of hebt u daar schrik voor gekregen? Nee, ik ben absoluut geen spreekbuis van wie dan ook. Ik ben al blij dat ik voor mezelf kan spreken. Je kan onmogelijk voor een grote groep gaan spreken. Ik bedoel, ik ben een individu met mijn eigen ideeën en mijn eigen opvattingen. En ik kan onmogelijk spreken voor meer dan mezelf. Dus dat is iets wat ik absoluut duidelijk wil maken. Ik heb zeker geen schrik om standpunten in te nemen. Ik engageer daar niemand anders mee dan mezelf, met mijn standpunten. Maar wat ik wel merk, is dat het ook gewoon heel erg veel energie vraagt, hè, om constant weerwoord te bieden. En, ik bedoel, ik wil schrijven, ik ben schrijfster. Ik zou heel graag dat schrijven ook ernstig willen doen. Maar als je constant moet gaan weerwoord bieden tegen opmerkingen of zaken die mislopen en er loopt zoveel mis en er is zoveel waarop je kan reageren, je zou daar een voltijdse job van kunnen maken om daarop te reageren, op racisme, op seksisme, op homofobie, op wat dan ook. Hè. Dan kom je niet toe aan dat schrijven. Dan ben je eigenlijk maar aan het werken in functie van tegenspraak heel de tijd. Ja, en u heeft ook nog een fulltime job, dacht ik. Hè? Ik heb meer dan een fulltime job, want ik werk halftijds bij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. En ik heb een lesopdracht aan Odyssee Hogeschool in Brussel. Ik ben praktijkassistent hier aan de Universiteit van Gent. En ik probeer af en toe nog eens te schrijven, maar dat gaat dus niet. Hè. Dus ik heb nu beslist dat ik mijn halftijdse job bij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten stopzetten om echt wel voltijds of meer tijd, want voltijds zal het wel niet zijn, maar toch meer tijd te kunnen spenderen aan dat schrijven. Als ik het nu niet doe, dan ja, wanneer dan wel? Je hebt ook nog een zwaar huishouden, hè? 4 kinderen. Inderdaad, maar ze zijn al wat groter en ze helpen wel wat en ze koken al mee. Ja. Oké, hoe ziet u de toekomst op literair gebied dan? Ik heb geen uitgetekend
toekomstplan voor mijn literaire carrière. Is er al een aanzet carrière. Voor een roman bijvoorbeeld? Nee, of daar heb ik de afgelopen jaren eigenlijk heel weinig tijd voor gehad om daar ruimte voor te maken. Zowel in mijn hoofd als in tijd. Dus ik hoop nu dat wel gaat komen. Dus ik heb die beslissing genomen nog maar een paar weken geleden. En ik hoop dat die tijd vrijkomt en dat ik dan inderdaad kan beginnen schrijven aan de roman die ik eigenlijk al heel lang wil schrijven. Waar er toch een kiem van bestaat. Toch wel, ja. Er zijn altijd wel ideeën. En maar om dat echt te concretiseren, moet je even daar tijd voor maken en dat met respect behandelen. En dat is misschien wat iets wat ik niet altijd heb gedaan. Ik heb altijd geschreven als een soort van tussendoor. Ik heb het nooit echt een eerlijke, volwaardige plaats gegeven, dat schrijverschap. En ik wil dat nu wel eens doen. En dan zien wat dat geeft. Ja. Oké, ik wens u dan veel tijd dank om dat inderdaad te verwezenlijken. Dank je wel om hier vandaag in Gent te zijn. Tot hier, dames en heren, deze Paarse Zetellezing. Ik wens jullie vooral een prettig en virusvrij eindejaar. We zijn terug op 13 januari voor de uitgestelde Paarse Zetellezing met Chris de Stoop. En verder kijk ik ook uit naar mijn gesprekken met Marieke Lucas Rijneveld, Peter Tarien en Annette Schaap. U kan reserveren, dat weet u, via Avanza. Maar ik eindig graag met de woorden van mijn gasten. Er is een regel die zegt dat je in een groep steeds toenadering moet zoeken tot de persoon die er het abnormaalst, het raarst uitziet. Dat zijn degenen die geen aansluiting hebben met de andere groepsleden. En die zijn dus te vertrouwen. En wat heel belangrijk is, ze stromen over van dankbare loyaliteit voor de onverwachte toenadering. Ik dank u.